Ja mensen, hier zijn we weer. Ik ben nu aan de andere kant van de weg, van een provinciale weg. Het is geen snelweg of zo, niks. Niet veel van voorstellen, maar dit is dus de S-stroom. Kijk, daar is de brug. Daar is het, ja je kan het niet goed zien, natuurlijk hoog gras. Het is midden juli, dus hoogzomer. Dus ja, hoog gras, daar kan je met je auto langs. Kijk, en hebben we een open plek. Er zal natuurlijk een mooie stek zijn om te kunnen vissen. We kunnen daar de auto neerzetten. Dan zijn wij dus zeg maar bijna niet te zien. Vanaf daar hebben wij flinke rust. Nou ja, er komen hier wel af en toe een paar hondenuitlaters voorbij. Maar daar blijft het ook. Ja, daar zat een vrouw, die heeft daar een half uurtje gezeten of zo. Maar goed, dit is de Essenstroom. En het is zo mooi als het ook in de S was. En ja, in S was het zo dat er bijna geen vis zat meer om die sluis opengezet. Nou, dus er moet hier meer aan zitten, want ja, dit is achter de sluis. Een Sint-Michielsgestel, anders zit vis, kijk maar. Helaas, het is een dooie. Het is een smeerpijp, maar ja, het is altijd zint om dooie vis te zien. Dus ja, misschien vindt het kaperclubje dit een interessante plek. Ja, het zal een plek zijn voor twee natuurlijk. Daar is nog een mooie stek, daar kun je onder de brug vissen, maar dan, ja, dan loop je wel iets meer in de kijk, want ik weet niet of hier mag nachtvissen of die gedood wordt. Natuurlijk, ja, nachtvissen, dat mag bijna nooit, nergens. Maar goed, als dat daar de dommel is, dan valt dat misschien ook in het gedooggebied van Gemonde. Maar ja, we zitten niet hier in Gemonde, we zitten nog heel aan het verder. We zitten in Sint-Michielsgestel, zoals gezegd. Dus ja, daar is ook een mooi plekje, maar als je echt afgelegen wil zitten, waar niemand je eigenlijk ziet, en de auto ook uit het zicht kan zetten, is daardoor, ja, het water, ja, dat is een beetje vergelijkbaar met het water wat we in S gewend zijn. Een beetje bruinig, maar je kan hier nog de eerste meter in het water kijken. Dat zal het niet echt heel diep zijn, daar zal het pak een beetje een halve meter diep zijn. Ja, kijk, daar zie je ook een hekje op het weiland naar het water toe. Verder mag je ook niet, want dat is echt boerderij, daar staat ook verboden toegang. Daar heb je aan de andere kant daar ook. Dan mag de eerste 100 meter tot waar ik was gelopen, mag je daar komen, maar verder niet. Dus ja, ondertussen heb ik een WhatsAppje gekregen van John. Dat was degene op mijn werk wie ons ook Gemonde heeft laten zien. En die heeft mij ook een stekje aangewezen in, bij Sertogenbos, Den Bosch. Maar Sertogenbos vind ik zo'n mooie naam. Ik denk, ik gebruik Sertogenbos. Ik kon het niet vinden, daarom ben ik een beetje gaan zoeken. En ben ik hier uitgekomen. Dus ja, eigenlijk nadeel is een voordeel. Ik ben even zoeken voor niks. Maar ik kom toch op een mooi stekje uit. Ik weet niet wat ik ga horen. Ik weet ook niet wat Humphrey hiervan vindt. Maar we zullen het zien. Dus ja, ik kreeg een WhatsAppje. Want ik heb een WhatsAppje gestuurd. Maar hij werd mij niet bezorgd. Dus ik ben gaan rijden. Ja, en onder het filmpje, vorige filmpje, misschien hoor je tinkeling, had ik een WhatsAppje. Heeft hij mij nog een keer uitgelegd. Dus ik ga nog een keer proberen. Dus ja, misschien als ik het vind, komt er een ander filmpje. Als ik het niet vind, dan heb ik een dikke nek en komt er waarschijnlijk geen filmpje meer. Maar goed, dit is dus op zekerste S-stroom. Die stroomt lekker onder de brug door. En ja, daar, als je onder de brug door kijkt, daar heb ik ongeveer net daar gestaan. Dat is denk ik hier 500 meter vanaf. Oftewel, als we hier gaan zitten, kunnen we bij de auto zitten. Gaan we bij die andere plek zitten aan die andere kant, dan is het toch wel nog even slopen. Want ja, dan moeten de auto's ook hier neerzetten. Want ja, daar kunnen we niet met de auto komen, zover ik zag. Dus er staat wel een mooi pad, maar ja, als er een hek dicht en die zit zo goed dicht, die krijgen wij niet open. Dus ja, ik laat hierbij. Maar ja, ik moet even kijken, want die natuur is hier wel zo schitterend. Gewoon al in de zomer, alles groen, je kan ver kijken. En geen spoorlijn als we gaan zitten, dat zullen we de spoorlijn missen, denk ik. Maar goed, dit was de S-stroom. Ik ga nu naar, ik weet niet precies wat voor water het is, hoe het heet. Misschien wel gewoon de domme waar John op zit, maar ik zit nu bij Sint-Michielsgestel. Kijk, op de brug staat mijn auto. Die staat een neus de goede kant op. Dit is ongeveer 5 minuten rijden vanaf de A2. Nog niet eens hooguit, want ik heb heel rustig gereden. En dan is er nog één afslagje verder. Dan gaan we de zandpaden in, de zandpaden op, want ik moet gelijk
de zandpaden op heb ik gehad. Ik heb hem wel gezien, de weg, maar ik denk dat zal toch niet waar zijn, want ja, dat ligt echt vlak aan de snelweg. Maar ja, misschien moet nog een eindje rijden op die zandpaden. Ik weet het niet. Wij gaan het nou zien. Ik kan eigenlijk niet wachten, dus ik sluit het filmpje af. En Humphrey Teun, ons pap, ik hoor jullie mening wel. Doedels!